In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Ja, goeiedag dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. En ook namens Peer. Peer, zeg maar even gedag tegen de mensen. Gedag. Dankjewel. En wat gaan we doen vandaag? Ja, dames en heren, we hebben van veel luisteraars reacties gehad. Van waar is toch die prachtige rubriek gebleven, Brabants Heem. En nou ja, op een gegeven moment, we kregen die cassettes altijd toegestuurd, maar dat is op een gegeven moment opgehouden. En nou hebben we er van de week nog eentje gevonden. Eentje die we nog niet hadden uitgezonden, blijkt volgens Tedje. Ik weet het niet zeker, maar volgens Tedje, die zegt dan, ja, nee, die hadden we nog niet uitgezonden. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. En dat is extra leuk en speciaal. Wij wisten nooit waar die cassettes vandaan kwamen. Daar zijn we nu wel achter gekomen. En die jonge dame die dat altijd deed, die is ook bij ons in de studio. Daar gaan we dadelijk mee praten met haar en haar moeder. Maar eerst gaan we nog eventjes luisteren naar die nog niet uitgezonden aflevering Brabants Heem. Schokkende verhalen uit de oude tronk van het Brabants Heem. Schokkende verhalen. Brabants Heem. Zeg me hoe ge heet en ik zal u zeggen wie gij zijt. Familienamen. De top 5 van familienamen in Eersel is eigenlijk al meer dan een halve eeuw nagenoeg onveranderd. Van de Ven, 204. Bierensch, 195. Maasch, 169. Jansen, 165. En Koks, 164 voeren al meer dan 50 jaar de lijst aan. Alleen hun onderlinge volgorde verandert een beetje. Toch zijn er ook wel degelijk veranderingen. Waren in 1947 Hakkensch, de Haas, Wintersman, Wintermans, Van Woerkum en Van de Heide nog bij de top 10 namen van Eerschool. Een half eeuw verder is daarvan alleen van der Heide nog over. De nieuwelingen zijn Kasteleins, Jacobs van Sambeek en Lepelaars, 93. Dit bescheiden lijstje van in totaal nog geen 15 familienamen geeft in zijn beknoptheid alle namen van Eersel aan. Bierensch, Maas, Jansen en Jacobs zijn afgeleid van een persoonsnaam. In Van der Ven, Van der Heide, van Sambeek en Van Woerkum zit een herkomst verborgen. Terwijl Koks, Kasteleins en misschien ook Lepelaars mogelijk een beroepsnaam als oorsprong hebben. De nog resterende Hakkens, de Haas, Wintermans verschillen onderling te veel om ze op één hoop te gooien. Heel veel mensen van familienamen met uitgang op een S klank zijn afkomstig van eigen namen, persoonsnamen dus, en niet zelden van heiligen. Maar heiligen zijn, of in elk geval waren, toch ook mensen? Goed, van mensen dus. Gemakkelijk te herkennen is de naam Jacobs.
In het Hebreeuws betekent Jacob zo ongeveer hij die de hiel vasthoudt. Van wie dan wel, dat weet niemand meer. Ook in Eersel zijn er heel wat mensen die zo heten. 112 staat tot 3. Elders zijn er dat veel minder, in Aarle Rikstel bijvoorbeeld maar 11. In 1947 telde heel Brabant dragers van de naam Jacobs. Van daaruit is het maar een stapje naar de familie Koppens. Bekend van bijvoorbeeld de Run. Nou, dat is natuurlijk voor veel mensen een feest van herkenning geweest, deze Brabants heem. En waar zijn wij achtergekomen? Deze cassettes werden ons altijd opgestuurd door Lisette van Spaandonk. En die zit hier ook met haar moeder, Houkje van Spaandonk. En wat blijkt? Lisette is autistisch. Nou, daar is Peer eens eventjes op zoek gegaan wat dat dan precies is. En die kan nu even vertellen wat autisme precies inhoudt. Voor die paar luisteraars. Ben er even ingedoken. Ja. Want in Bergijk is het natuurlijk een wijdverbreid verschijnsel. Ja. Er is in iedere gezin zit er wel één autist. Ja. En er is in Bergijk ook net een bedrijf opgericht. Oh. TBA. Hier echt in Bergijk gevestigd met al 20 professionele medewerkers. En die doen aan thuisbegeleiding autisten. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Die hadden een uitgebreide bibliotheek. Die hebben mij even kort gebriefd, zoals dat heet. Ja. Autisme is een soort gedragsstoornis. Heel veel ogenschijnlijk normale mensen zijn eigenlijk autisten. Ja. En waar kan je een autist aan herkennen? Want een autist kan meestal één ding heel goed. Oh. En dat is meestal goochelen. Juist. Ze goochelen de hele dag door. En als ze jong zijn, spelen ze verstoppertje. Dus als je een kind een verstoppertje ziet spelen... Is het een autist? Dan is het een autist, ja. Dat is eigenlijk een positieve diagnose, kan je dan geven. Maar goed, hier zit natuurlijk een... Een autist. Met haar moeder. Mevrouw van Spaandonk. Ja. Ik ga eens rechtop zitten. Ja. Kunt eens rechtop zitten. Lisette van Spaandonk. Ja, dat weten ze nou wel. Ja, mevrouw van Spaandonk. Hoe is het om in een gezin een autistisch kind, in dit geval een dochter, te hebben die de hele tijd goochelt? Of doet zij dat niet, goochelen? Nou, je bent... het is maar hoe je het noemt. Het is natuurlijk gewoon, je bent heel je spullen kwijt. Dat is heel vervelend. Ik zou hem oppassen met wat hier allemaal ligt, want je bent het kwijt. Oh. Dus voordat wij naar huis gaan, haal ik de zak. Ga eens rechtop zitten. Lisette van Spaandonk. Ja, dat weten ze nou wel. Ja, Lisette zit hier naast mij met een heel dik boek onder de arm. En daar staat op Brabants heem. Lisette, wat heeft jou... Frans de Vries, Steenstraat 76. Ja. 55-21-KW Eerst... Telefoon 514199. Luister eens even naar die meneer. Ga eens rechtop zitten. Die zetten van Spaan. Nou, ja, dat weten ze nou wel. Ja. Jouw moeder heeft ons al in het voorgesprek gezegd. Ja, het enige wat ze doet is eigenlijk, behalve spullen kwijtmaken, met dit dikke boek rondlopen. Ja, heel vervelend. En daar te pas en te onpas uit voorlezen. Je krijgt het ook niet uit de arm, hoor. Je krijgt het niet los. Probeer maar eens los te krijgen. Ga maar eens trekken. Lisette, mag ik het boek eventjes? Tom van Zuilen, Kuilenhurk, 26-55-12, zet geen vest en telefoon 529. Ja, dat lukt inderdaad niet. Nou is er dus dat bedrijf opgericht dat u kan helpen met het opvoeden van een autistisch kind. Ja, maar die doen helemaal niks voor mij. Oh. Ja, nee, je kan je inschrijven en het kost ook een hoop geld. En we zijn er ook geweest, maar we doen helemaal niks. Laat eens liggen. Terug op tafel leggen. Ga ze rechtop zitten. God zeg. Hoera. Ja. Ja. Ze gaan overleggen met je wat een autist is. Nou, dat weet ik wel, want ik leef er al 16 jaar mee samen. Dus ik ben al mijn spullen kwijt. En vroeger was ik haar ook kwijt. Dus, en van die bandjes wist ik trouwens helemaal niks. Anders had ik het natuurlijk gewoon verboden. Ga eens rechtop zitten. Wij waren er op zich heel blij mee. Veel luisteraars waren er ook in geïnteresseerd. Want veel mensen willen wel eens wat meer weten van de geschiedenis van Bergijk en omstreken. Is dat ook wat jou zo interesseert, Lisette? Geef eens antwoord. Geef eens even antwoord. Ja. Ga eens rechtop zitten. Lisette van Spaandonk. Ja, dat weten ze nou wel.
Nou, het is zo, die mensen die hebben ons dan nu proberen te helpen. Nou ja, die man is wel 6 keer bij haar in die slaapkamer. Dat is Ad Heesterbeek, hè? Ja. Ad Heesterbeek heeft dat bedrijf TBA in Bergijk opgericht. Oh. Pierre van Eerselijk maak je kapot. Nou, sorry, dit is echt heel vervelend. Maar nou, die zijn dan bij ons thuis geweest en die wilden dan apart met haar in de slaapkamer een 1-op-1 gesprek. Dat was dan het idee. Kan dat? Ik zeg, ze kan helemaal niet praten, man. Dat is, nou ja, ze praat Pierre van Eersel, Akkerweg 3, 5513. Ja, sorry. Ga eens rechtop zitten. Ik kan ze ook bij je thuis kopen. Ja, nou ja, die man die kwam dus bij ons thuis in de hoop dat zij dan... Ga nou eens even rechtop zitten, zeg. 51. Maar die ging dan een 1-op-1 gesprek met haar aan in de slaapkamer. Ja, want dat, nou ja, op een aparte plek. Dus hij vroeg, heeft ze een slaapkamer? Nou, die heeft ze. Dus daar hebben zij een tijd gezeten. Maar ik moet zeggen, ik zie geen vooruitgang. En dus verdwijnen steeds meer spullen. Oh. Nou, die man is ook teruggekomen, want hij was zijn portemonnee kwijt. En zijn als een creditcard. Nee, laatst zei hij ook nog zijn onderbroek onder haar kussen. Dat... Is dat zo? Nou, daar weet ik verder niks van. Maar hij was in ieder geval van alles kwijtgeraakt. Ik zeg, meneer, moet eens goed luisteren. Nou, ga nou eens even rechtop zitten, zeg. Die zeggen van Spaandonk, Pierre van Eersel. Ja, dat weten ze nou wel. En dus ik zeg, ik heb hier een heleboel geld voor betaald. Het zal me wel, maar ik zie geen vooruitgang. Het is leuk dat jullie dit doen. En ik lever er elke keer bij jullie af. En jullie komen hier bij ons over de vloer. En ik zet maar elke keer koffie. Maar ik zie geen vooruitgang. Hele kleine penis. Het is al 16. Ja, nou, dat weten ze nou wel. Staat het ook in dat boek? Brabants heen, schokkende verhalen. Ja. Wat mag ik nou eens even dat boek? Maar dat lukt je niet, hoor. Nee, probeer maar los te krijgen. Ze wilden zelf mee in bad. Het is heel vervelend. Nou, hier zit ik dus al 16 jaar mee in huis. Dat is heel erg. Ja. En dat slijm dat loopt maar aan één kant. Ga nou eens even rechtop zitten, zeg. Maar dat kwijlen, hoort dat bij autisme? Ja, nou ja, in haar geval wel. Bij het TBA zeggen ze dat dan 30% van de autisten het hebben. Nou, het zal allemaal wel. Ik vind het heel vervelend. Ik moet er elke keer op een mat zetten, want het is bij ons overal nat in huis. De bank is nat, het bed is nat, de kussens van de bank. Ja, alles is nat. Alles zijn nat. Autistische jonge vrouwen vaak nat? Ja. Aan alle kanten loopt het eruit, kan ik u melden. Het is heel vervelend. Oude doos. Goed. Het valt allemaal niet mee, denk ik, een autist in huis. Nee, zwaar leven. Zwaar leven. Ja. Nou goed. Lisette, is er misschien ook lievelingsmuziek die jij graag draait? Sinterklaasmuziek. Sinterklaasmuziek. Ja, de hele dag. Tijdje, zou jij eens eventjes willen kijken of je Sinterklaasmuziek hebt voor Lisette? De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, dit is zo'n baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin. De hele... Nou, ze zit helemaal te kwijlen van genot. Van Sinterklaasmuziek. En ze zitten ook heen en weer te bewegen. Ik weet niet of jullie die stoel nog droog gaan straks. Ja. Ga eens opstaan. Sta eens op. Sta eens op. Kijk, ja. Dat is inderdaad. Ga maar zitten. Kletsnat. Het is wel veel, hè, als het nat is. Ja, druipend vocht. Ja. Nou, mevrouw van Spaandonk, namens Peer ook, wensen wij in ieder geval heel veel sterkte met het in huis hebben van dit contactgestoorde wezen. Maar goed, als u nog eenmaal per week even van haar verlost wil zijn, kunt u gewoon bij mij even langsbrengen. Ja, als ze bij mij zo'n bandje komen inspreken, dan kunt u daar een uur ongeveer, ben ik dan bezig. Nou, ik bedoel, is ze bezig? Ik bedoel, zijn we bezig? Kunt u haar weer opkomen halen? Ja, als er binnen een half jaar geen verbetering in zit, dan ga ik er echt een eind aan maken. Dan doet u weg. Ja, dan gaat het gewoon niet meer. Hoera! Nou, mevrouw van Spaandonk, Lisette, bedankt voor jullie komst. Tot ziens en leg die spulletjes maar weer op. Ja. Oké, dan gaan wij de uitzendingen besluiten. Met de mededeling dat alle zieke mensen beterschap wordt toegewenst. Alle gezonde mensen kop op. En alle autisten houden ze op met die aanstellerij. Toon Sporenberg, telefoon 205208. Dat heb ik liever niet dat je dat... Bogert 34. Nee, dat hoeven de mensen allemaal niet te weten. Kom dan maar hier. Kom maar, sta maar op. Pak die tas mee. Kijk, heb je je portemonnee? Heb je je portemonnee nog? Nee, want zij heeft hem dadelijk, hoor. Ach, ik ben de mijne ook kwijt. Ja. Vegetatie in grote delen van Afrika. Zie die nog maar eens terug te krijgen, die portemonnee. Mij lukt het niet, hoor. Kom, we gaan. Het is een soort extra eigenlijk, hè. Toon Sporenberg. Kom maar, die zet. Grote, dikke, natte extra. Zeg maar dag tegen de mensen. Zeg maar dag mensen. Dag tegen de mensen.